Arnold. En weer kwam hij in de problemen. Arnold, wees niet zo'n idioot. Je hebt de miljardairspresident recht voor je. Je kunt hem alles vragen. En trouwens, wat heb je gevraagd? Het is jammer dat Trump deze keer degene is die met jou spot en niet ik. Want nu ga je hem voor een hele dag vervangen. Waarom zou het een aanfluiting worden? Kijk maar wat hij eet. Chips, hamburgers, rivieren van cola. Je zult zo het einde van de dag niet halen. Na het eten van ei McMuffin en cola voor het ontbijt ga je een vergadering hebben met de veiligheidsdiensten. Teken wat documenten en... Oh hell, screw this. Laten we wat plezier maken in de stad. Je wacht nu op de presidentiële autokolonne. Dit zijn 12 identieke kogelvrije auto's die de explosie kunnen weerstaan van een bom. Het is lunchtijd en een grote pizza wacht op je. In ketchup en een chocolademilkshake gesmoord. Dit is een beetje saai. Misschien moeten we de noodtoestand afkondigen. Of we zouden Kim Jong-un kunnen dollen. Misschien moeten we een wet goedkeuren zoals... Elke Amerikaanse burger moet worden geabonneerd op Maak Kennis met Arnold. Home sweet home. Voor het diner hebben we kippenpoten van KFC. En natuurlijk nog meer cola. Iets zegt me dat Trump op deze manier alleen maar voor het imago eet. Maar in werkelijkheid... Oh, dus daarom neemt hij een jaarsalaris van slechts $1. Je vroeg om zijn salaris als beloning? Je bent zo'n idioot. Dus, je hebt je dollar, maar je moet belasting betalen voor de $400.000. Wat het originele salaris van Trump is, hoewel hij dat weggeeft aan de federale agentschappen. Dus, Arnold, welke nier ga je verkopen? De roodharige, magere jongen verovert de oceaan op een Noblesse-boot. En dit is een video met miljoenen views. Je kunt echter beter niet door territoriale wateren varen. Wauw, het blijkt dat er veel is dat ik nog niet van je weet, Arnie. Wat heb je ze laten zien? Arnold, wanneer ben jij erin geslaagd om van nationaliteit te veranderen? Dit marineplatform lijkt erg op het vorstendom Sealand. Een virtuele staat gecreëerd op het terrein van een oude militaire basis. De voordelen van zulke staten zijn de volledige afwezigheid van belastingen en het ontbreken van verboden om zaken te doen. Hier kun je snel rijk worden door de enige hamburgers in het land te verkopen, want er is absoluut geen concurrentie. Wat is het volgende, Arnold? Word je de koning van Aquatopia? Ik had niet verwacht dit te zeggen, maar de koninklijke kleding staat je goed. Uwe majesteit, koning Arnold. Ik vraag me af of je eerste discreet iets zal zijn over het verbieden van Cola Light. Auw, de kosten van de oorlog in Irak voor de VS bedroegen $1.3 biljoen. Als de VN verdwijnt, dan lopen meer dan 120.000 vredeshandhavers in 15 landen over de hele wereld gevaar en zullen de oorlogen in deze landen weer oplaaien. En dat betekent dat de hele wereldeconomie eronder zal lijden. En wie zijn deze mensen? Dus om een paspoort te krijgen, moet je gewoon betalen? Dit lijkt me een scam, die we al kennen van het Koninkrijk Sealand. Waar ze 150.000 paspoorten verkochten voor $1.000 per stuk. Onder jouw bewind, Arnold, is Aquatopia het meest corrupte land ter wereld geworden. De langste VN-bijeenkomst kwam in de recordboeken en duurde 14 maanden, oftewel 4.000 uur. Het resultaat was een vredesakkoord over het Suezkanaal. Arnold, er is iets onverwachts gebeurd. Herinner jij je de film The Devil's Double? Die ene waar een rijke jongen met dwang een andere persoon in zijn dubbelganger verandert. En dan de kloon in plaats van hemzelf naar gevaarlijke vergaderingen stuurt en dat soort dingen. Dus ja, we hebben je nodig om een van mijn kennissen te helpen. Je vervangt Kim Jong-un voor één dag.
Kun je je voorstellen een land te reageren met een bevolking van 25 miljoen mensen? Alleen jou gehoorzamen, aanbidden en verheerlijken. Om eerlijk te zijn, hebben ze geen keus in deze kwestie. Veel dingen die de meeste mensen hier als normaal beschouwen, zijn daar alleen voor jou toegestaan. Bijvoorbeeld het dragen van kleren van de beste Europese ontwerpers of het eten van Nutella. Terwijl jij bezig bent met belangrijke staatszaken, wordt je enorme huis bewaakt door een peloton gewapende soldaten. Een elektrisch hek en een mijnenveld. Zelfs een kernbomexplosie zal worden afgeweerd door de muren, die bedekt zijn met loden staven. Maak je klaar, want we gaan op reis. Kim zei dat hij dit geen tweede keer zou overleven. En het ziet er allemaal nogal verdacht uit. Dus jij gaat in plaats daarvan. Je persoonlijke gepantserde trein begint zijn reis direct vanuit dit huis. De snelheid komt niet boven de 60 km per uur door het enorme gewicht van de wagons. Die omhuld zijn met gepantserde platen. Alleen voor vandaag is dit alles in jouw bezit. De oogst van dit jaar was nogal mislukt, zoals je ziet. En 10 miljoen mensen zullen misschien omkomen van de honger. Maar er zullen er zeker nog 15 miljoen overblijven. Jongens, jullie kunnen daar beter 20 minuten niet naar binnen gaan. Oké, als dat voor de veiligheid van de staat is, alleen de president kan het mobiele toilet gebruiken. Alle urine- en ontlastingmonsters worden verzameld om je gezondheid te controleren en ervoor te zorgen dat geen spion in godsnaam je ziektes te weten komt. De beste kamer in de hele stad is alleen voor jou gehuurd. En na je vertrek zal niemand denken dat de president hier verbleef. De veiligheidsdienst laat geen enkele vingerafdruk of haar van de glorieuze heerser achter. Iedereen wacht al op je. Zeg niets, glimlach gewoon en zwaai met je hand. Ik wist gewoon dat de president van de VS geen uitnodiging voor een ontmoeting via WhatsApp zou sturen. Hey Arnie, weet je zeker dat het goed is om hier foto's te maken? Arnold, ik heb slecht nieuws. Alle regeringen over de hele wereld zijn omvergeworpen. En nu worden ze elk door dictators geregeerd. Ja, aan de ene kant is het goed. Niemand zal het land meer verlaten. En iedereen zal werken voor het welzijn van het land en zijn aanzien in de wereld. Maar aan de andere kant zullen de meeste mensen onder zulke regimes niet in huizen of wooncomplexen wonen. Maar in gevangenissen, omdat de wetten van de landen heel streng zullen zijn en soms zelfs echt vreemd. De voordelen van de beschaving kun je wel vergeten. Immers, buitenlandse economische betrekkingen zijn niet meer nodig en elk land zal nu alleen voor zichzelf werken. Maar wat dat betekent is dat als je vroeger in jouw land geen zware industrie had om bijvoorbeeld voertuigen te maken, je nu geen nieuwe auto meer zult kunnen krijgen. En het enige waar je nog op kunt hopen is een of andere klotenfiets, in het beste geval. En ik zeg niet dat alle social media verdwenen zijn, maar nu kun je alleen nog maar privégesprekken voeren met je vrienden. Ergens diep in de bossen. En met de radio heel hard aan. En als je nu naar de kapper wilt, moet jouw kapsel een goedkeuring krijgen van de plaatselijke overheid. En er zijn maar een beperkt aantal door de overheid goedgekeurde kapsels. Maar wat het meest beangstigend is, is dat alle landen elkaar er nu van verdenken een potentiële bedreiging te zijn. Dus worden bijna alle middelen van elk land geïnvesteerd in militaire opbouw. En helaas, één deze dagen zal er iemand instorten en op die grote rode knop drukken. Arnold, kwam dat geluid van jou? Ik zei het je toch. Door jouw stommiteit zal AI de hele mensheid vernietigen. Of misschien niet helemaal. Een kernexplosie zal ongeveer 3000 vierkante kilometer vernietigen. In totaal is er op aarde ongeveer 362 miljoen vierkante kilometer geschikt voor vernietiging. Om alles te vernietigen zouden er ongeveer 128.000 kernkoppen nodig zijn. 10 keer meer dan er bestaan. Arnie, ben je klaar voor een kernoorlog? Goed nieuws. Een deel van de mensheid zal overleven. De enige vraag is, voor hoe lang? Blikvoer is een goede keuze. Ja, het laatste blikje was er één te veel. Maar wat denk jij, Arnold? Hoe lang houd jij het vol zonder planten? Op Spitsbergen is een internationale zaadkluis gebouwd. Hij bevat meer dan 900.000 zaden. Maar er kunnen er wel 2 miljard in. Dat is genoeg om de hele flora op aarde nieuw leven in te blazen. Of in ieder geval iets te eten te geven tijdens de lange nucleaire winternachten. Je bent goed voorbereid, vriend. Chips, water, planten, ingeblikt voedsel, medicijnen, zelfs een computer. Maar het lijkt erop dat jij het belangrijkste bent vergeten.
Bij één kernexplosie komt gemiddeld 50 ton stof vrij in de atmosfeer. Het stof van de explosie van alle kernwapens op aarde zou 50 tot 85% van de hemel op aarde kunnen bedekken. Maar moderne computermodellen beloven dat een nucleaire winter niet langer dan een maand zal duren. Zo slecht is het nog niet, Arnold. Er zijn niet genoeg kernwapens op de hele aarde om de hele beschaving te vernietigen. Er zijn veel slachtoffers, maar de nucleaire apocalyps is geannuleerd. Wauw, Arnold, gefeliciteerd! Je bent gestorven en naar de hemel gegaan. Arnold, ga in de rij staan en wacht tot Petrus je binnenlaat. Oeh, hoe cool is dit? Hey, wauw, kijk! Is dat John Lennon? Nee, wacht, het is gewoon Jezus. Hier is zelfs een muur van schilderijen van God, gemaakt door historische kunstenaars. In de oudheid geloofden de mensen dat God angstaanjagend en bloeddorstig was. Zo offerden Azteken voortdurend mensen aan hun god Huitzilopochtli om het te laten regenen. De oude Griekse goden verpersoonlijkten menselijke eigenschappen of natuurverschijnselen. Helaas, Arnie, krijg jij in het christelijk paradijs, in tegenstelling tot het islamitische, geen 72 maagden. Maar hey, kijk, daar! Het is John Lennon! Of is dat Jezus weer? En hier is hij. Hij heeft vele namen. De Schepper, Jehovah, Adonai, Yahweh, God. Oh, hij slaapt. Je moet waarschijnlijk niet met zijn spullen rommelen, Arnie. Arnold, wat denk je wel niet? Je mag daar niet naar binnen. Dit is het controlecentrum voor de hele wereld. Raak niets aan, Arnold. Oh, dit is niet goed. In de afgelopen eeuwen is het religieuze geloof in de wereld gedaald. En God, als populairste wezen ter wereld, heeft veel haters. Waag het niet voor God te spelen, Arnold. De mens is eenvoudigweg te hebberig voor deze rol. Er zijn nog veel meer voorbeelden uit de geschiedenis en die liepen allemaal behoorlijk slecht af. Arnold, stop! Dit is geen grap, vriend. Geweldig, nu is alles een puinhoop. Fanatiek geloof heeft altijd tot oorlogen geleid. En nu is er een nucleaire kruistocht begonnen. Arnold, stop voordat het te laat is. Luister je wel naar me? Phew, net op tijd. Het lijkt wel of we nu in de 13e eeuw zijn. En we zijn hier tijdens de Heilige Inquisitie. Wat een ontzagwekkende reis. De belangrijkste missie van de Inquisitie was het bestrijden van de ketters. Hey, wat deed Arnold eigenlijk? Oeh, ik denk dat ik het nu snap. Ze verwarden je telefoon met een wapen van zwarte magie. De Inquisitie kon niet zo goed overweg met de vooruitgang. Toen Galileo bewees dat de aarde om de zon draait, was dat volkomen in de strijd met de katholieke ideeën. Arnold, je hebt pech. In die dagen werden alle roodharigen ervan verdacht banden met de duivel te hebben. Ontspan je. In het begin zullen ze je alleen maar ondervragen. Ga zitten en kalmeer. De stoelen hier zijn speciaal van ijzer gemaakt, zodat ze verwarmd kunnen worden. Betekenissen werden meestal verkregen door marteling. Je moet ketterij opgeven, Arnold. In de tijd van de Inquisitie werden veel heidense rituelen voor zwarte magie aangezien. Men probeerde heidenen tot het katholicisme te bekeren. Kom op, Arnold. Omarm het katholicisme en je zult vrij zijn. Het is waar dat de Inquisitie soms diegenen die echt berouw toonden vrijuit liet gaan. Holy baloney, wat nu weer? Het lijkt erop dat iemand je aangegeven heeft. Mensen beschuldigden anderen vaak van ketterij om van hen af te komen. Ik weet niet of u nog meer van deze marteling kunt verdragen, Arnold. Ontmoet de Spaanse laars, de vork van de ketter en de Judaswieg. Arnold, ik raad je zwaar aan om alles op te biechten. Oké, door dit te ondertekenen stem je ermee in dat je een necromancer, magier en kabouter bent. Het positieve is dat de martelingen voorbij zijn en de Inquisitie executeerde in feite geen mensen. Na het bekennen werd de dader veroordeeld in een staatsrechtbank. Rustig maar, Arnie. Niemand zal je verbranden. Volgens de wet zullen ze gewoon je hoofd afhakken.
Wauw. Het lijkt wel of iedereen bang is voor je vermogen om vlammen uit je handen los te laten. Het schijnt krachtige magie te zijn. Deze middeleeuwse katholieken zijn zo wild. Ze geloven in elk... Dat is niet de mooie toekomst waar mensen aan denken. Inderdaad, in 2050 leidt de aarde onder de opwarming van de aarde. De bevolking van de planeet is gegroeid tot meer dan 10 miljard mensen. Deze overbevolking heeft een tekort aan zoet water veroorzaakt. Kun je je het voorstellen? De planeet staat op het punt vernietigd te worden en ze vechten om Pepsi? Oké, terug naar onze missie. In 2050 heeft iedereen cybernetische implantaten. En aangezien vijandelijke drones implantaten kunnen detecteren op een afstand van 10 kilometer, ben jij, Arnold, de meest onopspoorbare en onkwetsbare persoon in 2050. Jij bent degene die zal helpen het verloop van de oorlog te veranderen. Soldaten verzamelen. En dus, Arnold, de vijand is gespot in het noorden. Maar de weg wordt geblokkeerd door elektromagnetische kanonnen. In plaats van projectielen vuren ze elektrische impulsen af. En de impulssnelheid overschrijdt 7000 km per uur. We moeten een schuilplaats vinden. Snel, ga naar beneden in de metro. Je bent aan de kanonnen ontsnapt, Arnold. Maar er zijn nu andere problemen. Drones, gedetecteerd door scanners. En maak je geen zorgen, Arnold. Vergeet niet, deze drones zullen je niet eens opmerken. Je hoeft alleen maar langs hen te rennen en de stroom uit te schakelen. Goed gedaan, Arnold. De toekomst was zeker niet klaar voor mensen zoals jij. Ga door, vriend. Je bent er bijna. Het is tijd om naar de oppervlakte te gaan. Arnold, er zijn veel vijanden in de buurt. Stap in het exosuit. Hiermee kun je een supersoldaat worden en lange afstanden afleggen. Zonder moe te worden. En alle fysieke activiteiten worden 20 keer makkelijker dan voorheen. Je bent nu niet meer te stoppen, Arnold. Nu moet je alleen nog de besturing uitvinden. Arnold, nee! Je hebt jezelf gedood uit de toekomst. Oké, dus geen tijd om te treuren. Je vijanden komen eraan. Je hebt een vlammenwerper. Gebruik het. Oh, yeah. Niemand had ooit gedacht dat dit op een dag in Hollywood zou gebeuren. Arnold, kijk uit! Een raket! Ik heb besloten om naar het mortuarium te gaan en afscheid van je te nemen. En, oh mijn god, leef je nog? Nee, je bent herrezen. Het lijkt erop dat het elixir dat je dronk werkte. Je bent nu onsterfelijk. Gefeliciteerd, Arnold. Je zult nu het langst levende organisme op de aarde zijn. Je lichaam is nu aan het regenereren. En de term cellulaire senescentie is nu gewoon een grap voor je. Dus, hoe ga je je onsterfelijkheid gebruiken? Ik snap het. Je gaat de weg oversteken door rood. Je betast willekeurige meisjes. Je zult ook de Kenny McCormick lookalike-wedstrijd winnen. Dat is belachelijk. Je hebt een oneindig aantal jaren voor je en je verspilt ze aan dit? Arnold, je zou alles kunnen studeren in de wereld. Leer elke gevechtskunst. En zelfs nieuwe sterrenstelsels verkennen en koloniseren. Arnold, hoe zit het misschien met het stoppen van het verspillen van je tijd? Oké, dus misschien ga je 200 jaar lang elke Netflix-serie kijken. Ik zie dat je je een beetje verveelt. Plus, je huis is begonnen te vervallen en je bent nog steeds jong. Een van de nadelen van onsterfelijkheid is dat je al je dierbaren moet overleven. Bovendien verandert de wereld om je heen snel. Maar je zult achterblijven in de vooruitgang en je zult je overbodig voelen in de maatschappij. Alles wat ooit belangrijk voor je was, zal geleidelijk verdwijnen. Na verloop van tijd zal alles je niet meer behagen en verrassen, omdat je echt alles al gezien hebt. Je zult zwaar depressief worden. Sorry, vriend, maar het heeft geen zin. Stop, Arnold. Je weet dat je onsterfelijk bent. Arnold, laten we naar de show gaan kijken. Arnold? Oké. Ik zal je alleen laten. Wacht je op je vrienden? Mijn vrienden gedragen zich zo niet. Arnold, wat heb je deze keer gedaan? Oh, niet jij, maar je gevaarlijke tante. Nadat ze de vorige keer vrijuit ging, heeft ze haar oude snode gewoontes weer opgepakt.
En nu neemt de FBI je 24 uur mee. Omdat, nou ja, jij kent haar het beste. Er werken ongeveer 15.000 agenten voor de FBI. Met 56 regionale kantoren. Hun belangrijkste trainingsfaciliteit is gevestigd in Quantico, Virginia. Meer dan 100 speciale agenten zijn op elk moment op de faciliteit. Klaar om nieuwe agenten te trainen. Zo ook aan onze Arnold. Een FBI-agent moet op alles voorbereid zijn. Maar niet voor dit. Hoe kan dat zelfs maar van pas komen, Arnold? FBI-agenten kregen het recht om wapens te dragen in 1934. Een hele 26 jaar na de oprichting. Tegenwoordig is schietvaardigheidstraining absoluut noodzakelijk. En een van de belangrijkste cursussen. En Arnold lijkt het prima te doen. Nadat hij in alle stadia van de training zijn bekwaamheid heeft bewezen, wordt onze Arnold 24 uur lang een FBI-agent. Geen slecht gezelschap, Arnie. Misschien gaat onze Arnold het proberen bij de in 2002 opgerichte Cyber Department. Dat is waar ze het soort geavanceerde technologie hebben die Arnold zal helpen in zijn zoektocht. Heb je eigenlijk al gevonden wat je zocht, Arnold? Kom op, Arnold. Ik wist dat ik niet veel moest verwachten. Je maag staat op de eerste plaats. Dankzij een tip, die natuurlijk niet van Arnold kwam, wist de FBI te achterhalen waar de handlanger van zijn tante woont. De beruchte motorrijder die bekend staat als Buffalo Joe. En nu wordt er een speciale operatie uitgevoerd. Hier is onze verdachte. Iedereen klaarstaan. Oh, kom op, Arnold. Het is altijd iets met jou. Arnold, kom op. Je collega's hebben hulp nodig. Hoe ga je hem zo stoppen? Wat? Dat kan niet. Op een of andere manier komt je idiotie je goed van pas. Dit is je kans om een gevangene te ondervragen. Arnold, om antwoorden te krijgen, moet je vragen stellen. En ze zeggen, stilte is goud. Oh, je hebt een idee, of niet? Ga je hem een lesje goed gedrag geven? Oh god, wat een verraderlijke zet. Arnold, ik herken je niet. Ik had niet verwacht dat je in staat zou zijn om deze berg spieren te breken. Als een kleine baby. Nou, Arnold, je bent verdomd dicht bij het vangen van je tante. Ik zie dat je denkt dat je al een echte FBI-agent bent, Arnold. Maar je gedraagt je nog steeds als een typisch agent. Hé, zullen we doorgaan met de zoektocht naar je tante? Laten we een kijkje nemen in de FBI-archieven. Meer dan 5000 individuele plukken haar worden hier als bewijsmateriaal bewaard. Er zijn zelfs dossiers van Charlie Chaplin en John Lennon. We moeten de zaak van je tante vinden, zodat we een bevel krijgen om haar kont af te luisteren. Nu zullen we je tante afluisteren, net als bij Pablo Escobar. En volgens de laatste informatie heeft ze net een pizza voor zichzelf besteld. Arnold, dit is jouw kans. Je kunt undercover gaan. Voor je veiligheid heb je een verborgen microfoon bij je. En je taak is om heimelijk een afluisterapparaat in haar kantoor te verstoppen. De tijd is nu aangebroken. Doe het, Arnold. Nu hangt alles van jou af. Het is echt belangrijk dat je probeert zo natuurlijk mogelijk te handelen. Ai, ai, ai. Wat een deurbel. Arnie, ga haar huis al binnen. Dit is je kans. Ga, ga. Kom op, Arnold. Dit is jouw missie. Ga en leg het afluisterapparaat in haar kantoor. Nu langzaam en voorzichtig dichterbij sluipen. Yikes! We lijken een beetje een probleem te hebben, Arnold. Snel, kom met iets. Oh, nee. Arnold, ga weg. Rennen, voor het te laat is. Ze is iets gevaarlijker dan ik dacht. Arnie, hou vol. Iemand gaat je zeker redden. Uh-oh, het spel is uit, vriend. Nu gaat ze je vermoorden zonder met je ogen te knipperen. Ik wist niet dat je van voetbal hield. Je blijft me verbazen. Maar de vreugde was van korte duur. Wees voorzichtig. Of hou je eigenlijk van dode pixels op je tv-scherm? Wat ben je in vredesnaam van plan? Nou, Arnold, dat past zeker bij jou. Dat is pas een kwantumsprong. Blijkbaar hangt het resultaat van een heel belangrijke wedstrijd van jou af. En jij bent nu voetbalster Ronaldo.
Nee, het is een veel voorkomende vergissing. Dit is Ronaldo, een Braziliaanse speler. En jij bent de houder van 5 gouden ballen. Cristiano Ronaldo, de Portugese speler. Het is tijd om te schieten. Nou, wat had ik verwacht met jouw fysieke vorm? Nu moet je waarschijnlijk vluchten voor alle woedende fans. Gelukkig kun jij je voor miljoenen boze fans verbergen in je enorme huis. Arnaldo, je bent in het huis van de bediende, domoor. Je prachtige herenhuis ligt verderop. Zo'n enorm huis moet wel bediende hebben. Daarnaast is er een fitnessruimte, een zwembad, een biljartkamer, een spa en 2 geheime ingangen die garanderen dat geen journalist je ooit zal zien. Arnaldo, waar ben je? Oh, ik weet het. Kun je je voorstellen dat Ronaldo slechts 7% lichaamsvet heeft? Hoewel hij 35 jaar oud is, heeft hij volgens zijn biologische metingen de gezondheid en het lichaam van een 23-jarige. Cristiano verbruikt ongeveer 3000 calorieën per dag, die hij opdeelt in 6 kleinere maaltijden. Ik weet dat jij dit ook doet, maar je beweegt niet. Helemaal niet. Dacht je echt dat alles zo makkelijk zou gaan? Cristiano heeft de populairste Instagram op aarde, met bijna 250 miljoen abonnees. Dat is ongeveer 34% van de bevolking van Europa. Of 76% van die van de VS. En omdat ze je in de echte wereld niet kunnen bereiken, zullen ze je via het internet krijgen. Heb je dit ook op een of andere manier weten te verpesten? Het lijkt erop dat het tijd is om je eigen huis te ontvluchten, sukkel. Ja, dit is jouw garage. McLaren Senna, Rolls-Royce Phantom, Bugatti Chiron en Veyron en een Ferrari 599 ter waarde van 7 miljoen dollar. Glijdt alleen niet uit over je speeksel. Of ik denk dat het je kan helpen aan boord te varen van je luxe jacht van 6 miljoen dollar van 27 meter. Nou, het lijkt erop dat je weer een manier hebt gevonden om de kogel te ontwijken. Arnold, kijk uit! De situatie ziet er niet goed uit, Arnold. Wauw, je hebt weer geluk gehad, vriend. Ik weet dat je absoluut van reizen houdt. Vooral reizen in de tijd. Welkom in het jaar 2100. Dit meisje heeft contactlenzen die verbinding maken met het internet. Ze kan alle informatie over jou opzoeken in slechts een paar seconden. Zelfs hier zul je sterven als een maagd. Ga naar binnen. Deze ruimtelift zal je tot een hoogte van 35.000 kilometer boven de zeespiegel brengen. Recht naar een enorme ring die de energie van de draaiing van de aarde omzet in elektriciteit. Rechts van jou is een winkel met menselijke lichaamsdelen. Laten we naar binnen gaan en een vervanging zoeken voor je onfortuinlijke vinger. Deze dokter kan een heel organisme namaken uit alleen het genoom. Dus alle dierentuinen hier wemelen van de dinosaurussen, dodovogels en zelfs neandertalers. Wil je een snack? 3D-printers printen voedsel uit kunstmatige dierlijke cellen, gesynthetiseerde meel en mineralen. En het smaakt beter dan voedsel uit 2021. Wat een prachtige wereld, toch? Maar het kan allemaal heel anders uitpakken. Nucleaire oorlog. Wist je, Arnold, dat er 15.000 kernkoppen in de wereld zijn? Met een gecombineerde capaciteit van ongeveer 7.500 megaton? Je moet waarschijnlijk ook weten dat ik 5 minuten geleden één van hen in jouw richting heb gestuurd. Het heeft geen zin om op het gas te gaan staan, Arnold. De elektromagnetische pulsgolf heeft alle elektronica gedood. Straks word je nog geraakt door een schokgolf. Zelfs als deze oude roestbak gemaakt is van graveen, wat op atomair niveau sterker is dan diamant, en je op wonderbaarlijke wijze al deze vernietiging overleeft, ga je nog steeds door een levende hel. Wake your skinny ass up, Arnold. We moeten kijken hoe ver je van het epicentrum van de explosie bent. Onthoud, als je een paddenstoelwolk ziet, steek je hand uit in die richting en steek je duim op. Is de wolk groter dan je duim, dan ben je in de radioactieve zone. Wat een geluksvogel. Heb je zonnebrandcrème? Het zal je niet helpen, dommerik. Ik maak maar een grapje. Ga weg! Snel! In kleine hoeveelheden zijn radioactieve isotopen al begonnen met het langzaam vernietigen van je DNA. Hoe voel je je, mijn vriend? Ja, dat klopt. Het is een goed moment voor een douche. Het vermijden van contact met besmette voorwerpen en het gebruik van speciale waterprocedures kunnen je overlevingskans vergroten. Heb je een waterfilter, Arnold? Zelfs de zwakste straling zal resulteren in progressief kwaadaardige tumoren.
Nou, gefeliciteerd. Je hebt een nucleaire aanval doorstaan en je hebt niet langer een Halloween-kostuum nodig. Maar dit is niet het einde. Als iemand in de wereld een raket lanceert met een nucleaire kernkop, zal er een domino-effect volgen. Alle kernmachten van de wereld zullen hun oorlogshonden loslaten. Dan komt de echte apocalyps, Arnold. Het tijdstip van de mensheid zal waarschijnlijk eindigen. Je gaat sterven, mijn vriend.